De jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Dus dat betekent dat de gemeente helemaal verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg en de jeugdhulp. Dus dat is een behoorlijke taak die gemeentes krijgen. Nu is het nog zo dat de provincies een verantwoordelijkheid hebben en landelijk. En dat gaat allemaal over naar de gemeente. Het is nu ontzettend ingrijpend als je gaat interveneren als staat in een gezin. Dus vandaar ook dat het besef kwam, moeten we ons niet wat meer gaan richten op de preventie. Het voorkomen dat het uit de hand loopt. We moeten zorgen dat de toeleiding naar zorg, dat die goed geregeld is. En dat begint dus op scholen, dat begint op kinderdagverblijven. Dat begint dus bij de jeugd. En dat we gaan kijken met, we noemen dat dan zo mooi generalisten, wat nou de werkelijke hulpvraag is en hoe dat we mensen gaan toeleiden naar zorg als het eigen netwerk het niet meer op kan vangen. En dat is een belangrijke omslag in denken van het bieden van alleen maar zorg naar het kijken naar oplossingen. En dat hoeft niet altijd zorg te zijn, maar dat kan ook vanuit de eigen kracht van mensen komen. Zorg dat je als dat je de ruimte geeft aan de professional. Ga als gemeente niet op de stoel zitten van de professional. Breda is centrumgemeente en dat heeft rechten en verplichtingen. Want aan de ene kant ben je groot genoeg om voor iedereen inkoop te doen. Aan de andere kant moet je daar ook juist veel verantwoording over afleggen richting alle gemeenten. En dat transparant doen. Dus dat vergt een grote bestuurlijke opgave. Nou, dat is in Breda in februari gebeurd. Hè. Daar is een beleidskader jeugdhulp. En zulk soort beleidskaders worden eigenlijk in iedere gemeente vastgesteld. Ik weet ook dat bijvoorbeeld het beleidskader van de centrumgemeente veelal ook gebruikt wordt voor de regiogemeente, zeg maar, als een soort kapstok. Het is heel goed om elkaar te kennen in de regio, samen op te trekken en soms ook taken te verdelen, want als raadslid komt ontzettend veel op je af. Soms zit je ook maar met kleine fracties en dan is het juist goed om ook met elkaar te kijken wie doet wat. Collega raadsleden uit de regio zijn over het algemeen wat kleinere gemeentes. Breda is echt een grote gemeente, dus zij kijken ook met vertrouwen naar Breda. Zij verwachten ook van Breda dat zij die leidersrol pakken. Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeenteraadsleden veel vragen nog gaan stellen aan het college. Weten jeugdzorginstellingen waar ze aan toe zijn? Zijn er contracten gesloten? Wanneer? Hoe gaan we om met privacy? Zijn er protocollen daarvoor? Er zijn echt heel veel dingen waar gemeenteraadsleden een belangrijke taak hebben naar het college om het college te controleren. En volgens mij is dat er ook een beetje vandaag uitgekomen dat er nog heel veel werk te doen is. Maar dat de insteek heel positief is en dat men ook wel helemaal achter de hervorming als zodanig staat. Nou, wat heel belangrijk is, hoewel ik denk dat we met de voorbereidingen heel erg goed lopen, is hoe dat we nou de punten die we als D66 belangrijk vinden lokaal invulling kunnen geven. En dan praat je over het toekennen van persoonsgebonden budgetten, maar dan praat je ook over de verdeelsystematiek qua financiën. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat vanaf 1 januari de jeugdzorg gewoon goed loopt. Ik merk wel dat dat we niet veel tijd meer hebben. Er moeten nog een aantal beleidskaders komen, het over een beleidsplan, beleidskader, uitvoeringsprogramma. De inkopen moeten nog geregeld worden. Ja, en we hebben nog maar 3 maanden en daar maak ik me wel zorgen over.